Er is geen competitie. Jij hebt geen concurrentie. Jij bent de compositie van al je competenties. Dit kleine gedichtje is van de oud-stadsdichter van Rotterdam, Derk Otte. En staat eigenlijk voor ons, net als Thorbecke Nieuwekerk, in het teken van de liefde. Jij bent uniek met al je talenten. En jij bent uniek in wie je bent en wat je doet. Zometeen gaat Stefanie Tatsnijter met onze leerlingen hierover in gesprek. En ik geef heel graag het woord aan haar. Dankjewel. Welkom Quincy, welkom Tijmen. Jullie zitten bij ons op Thorbecke in de brugklas. Quincy, jij in NNMA en jij doet het theaterprofiel bij ons op school. En Tijmen, jij zit in N1MB en jij doet het mediaprofiel bij ons op school. Nu las mevrouw Van den Berg net een gedicht voor van Derk Otte. Iets over competenties en een compositie en kwaliteiten. Wat hebben jullie het gedicht een beetje begrepen? Ik denk dat het een beetje staat voor dat je mag vallen op wie je wil. En gewoon mag zijn, gewoon jezelf mag zijn eigenlijk. Jezelf mag zijn, ja. Tijmen, haalde jij dat er ook uit? Ja, ongeveer gewoon dat je mag zijn wie je wil zijn en dat, ja, dat je gewoon jezelf mag zijn. Jezelf mag zijn. Ja, deze week staat in het teken van de liefde bij ons op school. Afgelopen zondag was het Valentijnsdag. Hebben jullie een beetje een leuke Valentijnsdag gehad? Nou, of zal ik er niet verder over doorvragen? Nee, zal ik maar niet doen. Nee. Liefde voor interesses die je hebt. Liefde voor de dingen die je leuk vindt. Nou, Quincy, het theaterprofiel. Dan moet jij volgens mij bepaalde interesses hebben in... Ja, in dansen, acteren. En ja, ik vind het ook gewoon het heel leuk, omdat altijd de sfeer er is, is er zo gezellig. En je mag gewoon lekker jezelf zijn, inderdaad. Ja, nou, superleuk. Hey, en die theaterlessen, die volg je niet met je klas? Nee, dat is volgens mij over alle brugklassen verdeeld. En ja, zo leer je ook eigenlijk gelijk andere leerlingen kennen en heb je gewoon gelijk, ken je veel mensen. Ja, want de theaterlessen, die volg jij samen met alle andere kinderen uit de brugklas die ook voor theaterprofiel hebben gekozen. Ja, toch? Klopt. Nou, dan vertel je net al dat de sfeer daar heel leuk is en dat je daar heel veel nieuwe leerlingen hebt leren kennen. Waar je niet per se mee in de klas zit. Kun je kort vertellen wat je zo allemaal doet bij de theaterlessen? Eigenlijk zijn de lessen verdeeld over gewoon tussen dansen en acteren. Dus je doet een halve les dansen en een halve les acteren. Ja. En het dansen, dat is super gezellig, want je leert heel veel, maar het is ook heel gezellig. En ja, acteren, je bent heel anders ineens. Je stapt lekker uit je comfortzone en je bent gewoon... Ja, eigenlijk een soort even iemand anders. En dat is ook heel leuk. Dat spreekt jou aan. Dat vind je heel erg leuk. Hey, en Tijmen, jij doet het mediaprofiel bij ons op school. Ja. Voor jou geldt ook dat je dat volgt met de brugklassers die allemaal voor het mediaprofiel hebben gekozen. Kan je in het kort iets vertellen over het mediaprofiel? Wat doe je daar zoal? Nou, je gaat leren programmeren en vloggen, dingen maken met de computer, maar ook gewoon dingen die met mediawijsheid te maken hebben. Ja, oh, mediawijsheid. En wat houdt dat dan precies in? Nou, dat je een beetje bewust bent dat er op het internet gebeurt ook. En dat er ook dingen, nadelen daaraan zijn. Ja, en dat je daar altijd een beetje goed over na moet denken. En misschien ook zelfs af en toe een beetje mee moet oppassen. Ja. Oké. Okay. En programmeren hoor ik. Ja. Dan ben ik echt totaal computer onhandig. Maar wat houdt dat dan precies in? Wat doen jullie dan allemaal zo bij media? Nou, programmeren hebben we nu nog niet echt, maar we hebben wel iets van Bomberbot. En dan kan je, dat is een soort stapje dat je uiteindelijk later nog meer kan leren over programmeren. Oké. Okay. Dus nog niet helemaal, maar wel een soort stapjes. Van. Ja, in stapjes. Hey, en wat vind je zelf het allerleukste van media nu, tot nu toe? Leukste wat je geleerd hebt daar of wat je gedaan hebt daar? Nou, gewoon heel veel opdrachten, want je dingen kan je ook naar buiten toe en dat je zeg maar soort collages moet maken en dat soort dingen. En het is vooral gewoon ook heel gezellig. Dus het is ook niet per se een les, en dat geldt waarschijnlijk bij jou ook, ook niet per se een les die je altijd in het lokaal. Ja, het is niet dat je 80 minuten stil moet zitten in het lokaal, want we mogen soms ook naar een andere lokaal waar allemaal computers staan en zo. Dus dat is wel handig. Ja, dat is zeker handig als je media les hebt, dat je daar ook computers hebt waar je mee kan werken natuurlijk. Ja. Hey, waarom heb je voor het mediaprofiel gekozen bij ons op school, Tijmen?
Omdat ik zelf wel dat leuk vind om te maken. Ik vind het leuk om filmpjes te maken, dingen te editen, dingen te bewerken en dat soort dingen. Dan leek het me wel leuk om dat te doen en extra te leren. En ik denk dat jij, Quinty, ook wel al danste en dat je er daarom voor gekozen hebt. Of vul ik dat nu in? Is een andere reden? Nou, ik kan eigenlijk. Ik heb sowieso heb ik ook ooit. Vroeger heb ik gewoon een jaar theater gedaan. Maar dansen vind ik ook heel leuk. Dus ik kan eigenlijk niet kiezen tussen die twee. En dan is het leuk dat dat eigenlijk allebei juist in dat profiel bij elkaar komt. Ja, en komt een mix samen, is van beide. Ja. Superleuk. Hey, liefde, week van de liefde. Liefde dus ook in, voor een passie die je hebt. Of dat nou dansen, theater is of programmeren. Zouden we op een of andere manier liefde nog meer kunnen koppelen aan school? Denk bijvoorbeeld aan liefde voor je vak. Docenten, als ik die kant op ga. Ja, denk het wel. Ja? Want je kan gewoon liefde hebben voor je vrienden en gewoon je klasgenoten. En gewoon voor dingen die je leuk vindt. Dus zeg maar, als jouw passie is om dingen te programmeren of dingen te bewerken, dat is dan ook een soort liefde van hebben. Ja, absoluut. Ja, ik denk ook gewoon liefde voor een vak kan je wel hebben. Want het is sowieso, als je een vak leuk vindt, kan je er ook liefde voor hebben. En ik denk ook voor docenten, maar dan gewoon omdat ze super leuk zijn of zo. En het gewoon goed kunnen uitleggen. Als je een docent, docenten zeggen ze, die hebben ook liefde voor hun vak. Goed uitleggen hoor ik jou al zeggen. Als je liefde hebt voor je vak als docent, maakt je dat dan automatisch ook een goede docent, vinden jullie? Nou, ik denk het wel, want als je er liefde voor hebt, dan ben je ook meer gemotiveerd om vrolijk te zijn. En dan dat breng je ook over op je leerlingen. En ja, dat vind ik iets heel goeds, want ja, dan heb ik wel zin in mijn les. Dan heb je zin in je les. En geldt dat voor jou ook zo? Ja, denk het wel, want als je 80 minuten lang iets moeten gaan vertellen over iets wat je helemaal niet leuk vindt. Of over een les dat je juist wel leuk vindt en waar je interesse ligt. Dan ben je ook veel positiever en zo. En denk dat je dan beter bij de leerlingen kan overbrengen. Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk wel dat je daar gelijk, of jullie allebei wel gelijk in hebben. Hey, en daarnaast leer je natuurlijk ook wel samen. Iets wat wij op school ook vaak zeggen. Leren doe je samen. Dat doe je met de docent, de leerling en ouders ook. Doe je dat allemaal met elkaar. Waar zie je dat bijvoorbeeld bij ons op school in terug? Groepsopdrachten en sowieso dat je ook gewoon vragen mag stellen aan docenten, leerlingen, ouders en alles. Ja. Tijmen, de doelengesprekken, zijn dat daar ook nog een goed voorbeeld van, denk jij? Ja, want dan zit je met je mentor, de leerling en je ouders en dan ga je het gewoon hebben over je doelen en over de vak en dan word je ook wel wat positiever en zo. Ja. En maak je dan ook een plannetje voor een periode met zo'n doelengesprek? Ja, de vorige keer hadden we een mindmap gemaakt over wat je wil bereiken in als je van school afgaat en binnen een jaar of half jaar en zo. En dan keken we daar naar terug. Dus korte termijn doelen eigenlijk en wat je wil bereiken op de lange termijn. Ja. Precies. Quincy, wil je daar nog iets aan toevoegen of zeggen? Het is eigenlijk wel goed uitgelegd. Ja, eigenlijk is het al goed uitgelegd. Ja, toch? Ja. En dat doe je dus samen met je mentor. Je ouders zijn daar ook bij aanwezig. En dan vertel jij of presenteer jij eigenlijk wat jouw doelen zijn voor de periode die voor je ligt. Ja. Ja. Nou, ben ik heel nieuwsgierig. Quincy, wat was jouw doel de laatste keer? Nou, voor periode 2 was dat dat was eigenlijk gewoon zo doorgaan. Want het ging hartstikke goed. Ja. Volhouden dus. Ja, eigenlijk dat wel. Dat was eigenlijk het doel. Hartstikke goed. En lukt het een beetje? Tot ja hoor. Goed zo. Tijmen? Nou, mijn doel was aan het begin van het schooljaar om gewoon goede cijfers te houden, mezelf te blijven en gewoon gezellig te houden. En bij het tweede wil ik gewoon vooral mijn talen wil ik wat omhoog, want daar heb ik nog wel moeite mee, maar daar word ik nu goed bij geholpen en gewoon al mijn cijfers in 6 of zo. Ja, en want dat is zo fijn ook hè, met die doelengesprekken, als je een doel hebt en zegt, nou dat wil ik anders aanpakken of dat heeft in de afgelopen periode niet zo goed gewerkt, dat wil ik misschien wel op die manier gaan doen. Dat ook het moment is dat je natuurlijk zegt, en daar heb ik dit voor nodig. En dat je dat dus met elkaar wilt gaan bereiken. Hartstikke goed. Hey, hou me op de hoogte hoe het gaat met die doelen van jullie. Ik ben super nieuwsgierig. En ik wil jullie bedanken voor dit gesprek. Ja. Tof dat jullie er waren.
ja, net Quincy en Tijmen bij mij aan tafel die het supergoed deden. En nu bij mij aan tafel Ewout. Ja. Vertel, wie ben jij? Stel je voor. Nou, hallo, ik ben Ewout. Ewout Douma. De meeste leerlingen die kennen mij als meneer Douma. Ik geef maatschappijleer aan vierdejaars en geschiedenis aan alle andere jaren eigenlijk. Ik ben mentor van een 2 MAVO-klas, 2MA. Hele toffe klas. En dat is een klein beetje wie ik ben binnen de organisatie van Thorbecke. Van Thorbecke. Ja. Hey, en de Week van de Liefde bij ons op school, hè, in Nieuwekerk. Ja, toch mijn eerste vraag. Heb jij nou een leuk verhaal, een leuke anekdote over liefde op school? Ja, ja, zeker wel. Het is een beetje een apart verhaal. Toen ik heel jong was, toen was ik denk ik in de eerste van de middelbare school. Toen was ik heel erg, het is wel een beetje een apart verhaal, was ik heel erg verliefd op een meisje. Ja. En ik vond het echt heel leuk. En ik had een gedichtje voor haar geschreven. En ja, ik had die haar gegeven en ze vond het gedichtje stom, zei ze. En, ja. Oh, ook echt gewoon zo? Ja. In your face? In mijn face, inderdaad. Direct? En, oh, wow. Ja, ja, dus dat was even lastig. En maak ik me eroverheen. Je bent er nou, hartstikke fijn. Dank je. Hey, maar daar heb je het over, begin je over je eigen middelbare schooltijd toen. Heb je zelf, nou, je bent zelf docent inmiddels. Heb je zelf herinneringen? We hebben allemaal zo'n docent in onze herinnering, denk ik. Herinneringen aan een docent die voor jou de school echt tot een topschool maakte? Ja, zeker heb ik daar verschillende herinneringen over. ik heb een oude, dat is ook op de middelbare school, een oude een leraar van mij, dat was een aardrijkskunde leraar. Ik ben eventjes vergeten wat zijn naam ook alweer was. Maar waarom dat een hele goede docent was, naar mijn mening, was heel erg betrokken en hij was echt heel aardig. En als ik dan ergens problemen mee had, dan had ik dat, hoef ik datzelfde eigenlijk niet eens aan te geven. Want die docent die was zo betrokken, dat hij eigenlijk mij gelijk hielp met het probleem wat ik had. En hele goede communicatie met de leraar. En ja, gewoon een fijne leerkracht om les van te krijgen. En de lessen die hij gaf waren ook vrolijk. Wat er net ook werd verteld, hè, door de leerlingen. Als je plezier hebt in hetgene wat je doet, dan ervaart het publiek waarvoor je het doet ook de positiviteit die je uitstraalt. Ja, en het plezier wat je erin hebt ook. Zeker, ja, tuurlijk. Zijn er dingen die jij van die leraar, waarvan we de naam niet meer weten, maar goed, als die kijkt, weet hij jou misschien, herinnert hij zich jou misschien wel, dus dan weet hij dat het over hem gaat. Zijn er dingen die jij in je eigen, nu je zelf docent bent, in je eigen rol als docent, hebt meegenomen van zijn manier van lesgeven? Oh ja, zeker. Ja, natuurlijk. Als we het hebben inderdaad over betrokkenheid en zoveel mogelijk eigenlijk positiviteit uitstralen, dan zijn dat wel echt twee dingen waar ik me heel erg op focus. Ik ben een strenge gelover van als je ergens inderdaad plezier in hebt en je kan dat uitstralen, dan ervaart de rest dat ook een stuk prettiger. Zeer zeker heb ik heel veel plezier in het uitoefenen van mijn vak als docent. Tijd voor mijn leven. Ik hou van mijn leven. daarom probeer ik ook zoveel mogelijk licht, positiviteit, warmte mee te geven in de lessen en het werk wat ik doe. Ja, ja, en plezier te hebben in wat je doet. Liefde voor je vak dus. Ja. Ik denk dat we dan niet altijd focussen op de professionaliteit of het professionalisme van een leraar, maar echt liefde voor het vak, voor het werk wat hij doet, voor het vak dat hij geeft. Mm-hmm. Wat is het, denk jij als docent, nou precies wat die leerkracht dan lief heeft? Goeie vraag. Dan neem ik eigenlijk een stapje terug in het verleden, want de reden eigenlijk waarom ik docent ben geworden, is dat ik het op een gegeven moment, ik doe aan vocale percussie. Dat is een heel mooi en duur woord voor beatboxen. Beatboxen, misschien ja. Dat je dat kent. Misschien dat je dat kent. En dat vond ik altijd heel leuk om te leren aan mijn vrienden en degene die daar interesse in hadden. En dat vond ik altijd heel leuk om daar een kleine instructie over te geven. En uiteindelijk is dat geresulteerd in het geven van workshops. Dat heb ik op mijn opleiding in Utrecht op de Herman Brood Academie heb ik dat geleerd hoe ik workshops moest geven. En dat heb ik een hele lange tijd heb ik dat gedaan. Mm-hmm. Totdat ik op een gegeven moment erachter kwam van, wacht eens even, eigenlijk vind ik het gewoon heel leuk om les te geven. En toen kwam ik erachter van, eigenlijk wil ik dan gewoon docent worden, want ik vind het gewoon heel leuk om die informatie over te brengen.
En het jammere van zo'n workshops geven is, ja, je hebt één zo'n klein groepje en die proberen dan het een en ander aan te leren, maar daarna dan zie je ze vaak niet meer zoveel terug. Klopt. En dat vind ik jammer, weet je, want ja, ik wil graag wel eventjes peilen wat ze nou precies voor mij hadden opgestoken. Ja. Dus toen dacht ik bij mezelf van, ja, wacht eens even, ik vind het gewoon heel leuk om les te geven. Ik vind het gewoon heel leuk om dingen over te brengen naar andere mensen. En hier zijn we. Hier zijn we. Hier zijn we. Ja, en hier zijn we. Ik hoor jou zeggen beatboxen. Ja. Ja, heel brutaal. Maar zou je iets kunnen laten horen misschien? Ja hoor, zeker. Dat zou ik willen. Ja, zeker. Slokje water. Slokje water erbij voor de droge mond. beatbox, kleine introductie inderdaad. Ik doe dit al, even kijken, al meer dan 18 jaar denk ik dat ik bezig ben met beatbox. Zoals ik eerder had gezegd, workshops heb ik erin gegeven. Een aantal dingen natuurlijk opgenomen. Met muziek ben ik ook heel veel bezig. Maar met beatbox, daar is het echt mee begonnen. En dat voor de onervaren oren klinkt dat ongeveer zo. Wauw, super tof. Applaus voor mij in ieder geval. Hey, cool. Doe je het ook wel eens in de les? Ja, zeker. Ja, ik heb leerlingen die vragen van, meneer, zou je misschien alsjeblieft een stukje beatbox willen doen? En dan, wanneer het moment daarvoor is en de leerlingen, die hebben het verdiend natuurlijk, dan doe ik het altijd graag. Een cadeautje, een kleine toegift aan het einde van je les. Zeker, ja, absoluut. Zeker. Hey, liefde voor je vak, we hadden het er al over. Het thema is natuurlijk liefde deze week. Ja. In hoeverre denk jij dat die liefde voor het vak, hè, waar we het net over hadden, zo belangrijk is voor de leeromgeving van de leerlingen. Hmm. We hadden het er al een klein beetje over, het enthousiasme. Maar is er nog meer wat de leeromgeving daardoor voor de leerling nog fijner maakt? Ja, natuurlijk. Inderdaad, waar we net over hadden. Hè. Liefde voor het vak is ook de liefde die je uitstraalt voor het vak. Maar niet alleen dat, ik denk ook de betrokkenheid in het vak wat je geeft of wat ik geef. En natuurlijk maatschappijleer, het vak is wat ik geef, maatschappijleer is natuurlijk veel in het nieuws, veel actualiteiten wat erin terugkomen. En daar ben ik ook heel erg betrokken tot toe en daar probeer ik zoveel mogelijk leerlingen ook in mee te nemen. Dat ze toch een klein stukje van die algemene ontwikkeling pakken en zien waar ze staan in de wereld. Hè? Want als je niet weet wat er om je heen gebeurt in de wereld, dan weet je ook niet wat voor plek jij hebt in die wereld. En ja, dat vind ik toch wel een heel belangrijk iets om... om mee te geven aan mijn leerlingen. Om mee te geven aan je. En dan nog een klein stukje muzikaliteit daar als toetje overheen. Ja. Je doet niet alleen aan beatboxen, toch? Heb ik me laten vertellen. Nee, klopt. Want er zit nog meer. Er zit nog een passie voor teksten. Ja, zeker. Muziek, ik heb, in mijn leven heb ik flink wat teksten geschreven. Flink ook opgenomen, inderdaad. Eigenlijk nooit uitgegeven. Een beetje voor mezelf gehouden. Als je heel goed zoekt, dan kan je me wel vinden op het internet. Dat gaat iedereen natuurlijk nu wel massaal doen, hè? Dat snap je. Maar ja, inderdaad, over het algemeen veel voor mezelf gehouden. Maar dat is inderdaad wel echt een liefde die ik heb ontwikkeld om mezelf niet alleen uit te drukken in beatbox, hè, dus de klanken die ik doe, maar ook woorden die wat meer beschrijving kunnen geven aan hoe ik mij op dat moment voel of hoe ik over een bepaalde kwestie denk. En dat uit ik dan door middel van teksten. Ja. En is er iets waarvan je nu, ik overval je er misschien mee hoor, maar wat je nu, wat er nu in je opkomt, een liedje waarvan je zegt, nou daar heb ik tekst en dat past eigenlijk zo mooi in het thema van deze week. Ja, ik heb al een stukje tekst inderdaad, wat ik met jullie zou willen delen. Dat is misschien wel leuk om te doen. Het is een stukje tekst wat gaat over een liefde die ik ben kwijtgeraakt. Die is er nou niet meer. En misschien wel, om het eerlijk te vertellen, voordat ik het ga doen, is dat het een fictief onderwerp is. Het is een fictief liedje, dus het is niet echt gebeurd. Niet echt gebeurd, inderdaad. Zal ik hem delen? Ja, graag. Ja, oké. Okay. Dan doe ik hem a cappella. Voor de mensen die dan niet weten wat het is, dat is zonder muziekinstrument. Ja. Hier gaan we. Vandaag neem ik afscheid van jou. Ik mis je, maar weet dat ik voor altijd van je hou. Ook al ben je niet meer bij me. Ik voel je nog steeds, heel de dag om me heen, bij elke stap die ik neem. Je moest weg, toch bleef je bij me tot het einde. En hoeveel je me ook gaf, ik kon er niet genoeg van krijgen. Al die tijd had ik van jou het meeste opgestoken.
We leerden met z'n allen, met z'n tweeën de wereld over. Het doet zeer om te geloven dat je weg bent. Je was uniek, we waren samen voor elkaar bestemd. Nu lig je daar, het maakt me kwaad als ik erover denk. Jouw leven was te snel gegaan. Het is onterecht. Je was altijd sterk en had zoveel in je. Je inspireerde zoveel mensen tot creatieve dingen. Ik mis je. Ik wou dat jij er nog was. Ik zou je vast willen houden. Maar de waarheid is hard. Wauw. Ja. Niet echt gebeurd. Nee, dus het nee. is een fictief liedje. Maar wel heel passend, denk ik, ook voor... Liefde. De Week van de Liefde. Ja. Ik kan het niet vaak genoeg noemen. Ja. De Week van de Liefde die we hebben op school spreekt ontzettend veel liefde natuurlijk uit deze tekst. En misschien zelfs ook wel een klein beetje passend in de tijd waarin we nu zitten. Ja. Dus dankjewel. Dankjewel ook voor het gesprek. Dankjewel Leuk dat je er was. Zijn. Ja, dankjewel dat ik er mocht zijn. En wie weet tot de volgende keer. Is goed. Oké. Dit was de tweede aflevering van Thorbecke Live. Leuk dat je keek en hopelijk tot de volgende keer.